Vandaag staan we hier bij de Nutschool Langvorst en we krijgen hier les in AED. Automatische externe defibrillator. En als jullie dat niet weten, kijk maar naar deze film. Veel plezier! Stichting AED. Dat staat voor automatische externe defibrillator. Dat zijn moeilijke woorden, dat weet ik. Ga ik ook uitleggen. We hebben les gehad van de AED. AED staat voor automatische externe defibrillator. De AED kan helpen als iemand een hartstilstand heeft gekregen. Als iemand op straat ligt, hoeft hij niet meteen een hartstilstand te hebben of dood zijn. Hij kan ook bewusteloos zijn. Om zeker te zijn dat iemand een hartstilstand heeft, probeer hem vooral niet aan te raken en je moet roepen van hoe heet je of doe je ogen eens open. En als die persoon niet reageert, moet je 112 bellen. En dan gaat hij niet meer zo pompen zoals je nu doet, maar doet hij dit. Een beetje ongecontroleerd samentrekken van een hartspier. Dat noemen ze fibrilleren van het hart. In 80% van de hartaanvallen is daar sprake van. Dat kun je zomaar niet oplossen, dat zul je moeten doen middels zo'n AED. Je ziet of het nodig is dat iemand een stroomstoot nodig heeft. En zo ja, dan druk je op die knop, als hij dat ook zegt. En dan geeft hij een kort stroomstootje. En dan legt hij het hart voor een milliseconde, dat is nog sneller dan dit. Legt hij het stil en start hij het weer op. Die man of vrouw of kind die daar ligt is bewusteloos. En bewusteloos wil zeggen dat je helemaal niet meer reageert. Je kunt er, moet je niet doen hè, je kunt er tegenaan schoppen, je kunt er spelden in prikken. Gebeurt niks. Ja, naar de hand wel, dat zegt die oude natuurlijk hè. Maar op het moment dat je dat doet, helemaal niks. Je bent helemaal weg. Hoe kun je nou vaststellen of iemand een hartaanval heeft? Als je ziet dat iemand op de grond ligt of als je ziet dat iemand niet meer ademt, dan moet je heel hard roepen totdat er iemand bij is en die belt dan 112. En dan, dan komt er hulp van de AED en van het ziekenhuis. Nou, jij bent helemaal bewust geloofd. Ze legt je armen er maar langs. Ja, ook is maar deze prima. Goed. Ik kom eens aanlopen. Of ik ben er al, dat kan ook. Hè. Als het in huis gebeurt, dan ben je er al. En dan ligt hier iemand. Dan kan ik natuurlijk zeggen tegen hem, hey, heb jij een hartaanval? Maar ja, dat gaat niet, hij is bewusteloos. En hij weet dat zelf ook niet. Dat gaat helemaal niet. Nou ga ik jullie uitleggen en ik ga dat 3 keer doen. De eerste keer leg ik het helemaal uit en echt vertellen en alles erbij. De tweede keer laat ik het alleen zien. En de derde keer ga ik jullie vragen wat ik moet doen. Dus ik moet zorgen dat zijn tong niet in zijn keel zakt. En dat doe ik door de stabiele zijligging. En de stabiele zijligging is eigenlijk niks anders dan als je in bed op je zij ligt. Ja, soms lig je op je rug. Maar heel weinig mensen slapen op hun buik, meestal op je rug of op je zij. Waarom kun je eigenlijk in bed niet stikken dan, als je op je rug ligt? Omdat je niet bewusteloos bent. Je bent niet bewusteloos, ja. Je bent wel aan het slapen en een droom, maar je bent niet bewusteloos. Je bent nog altijd bewust. Wel in slaap, maar bewust. Deze arm die dichtstbij is, leg ik in zo'n mooie rechte hoek zo. Deze arm, die pak ik en die leg ik zo. Kijk hoe ik het doe. Niet zo om, hè, want dan breek je zijn arm, maar niet zo om, maar zo. Onder zijn hoofd. Jij bent slap, hè? Dan pak ik dit been. Slap. Maar laat me vallen. Laat me vallen. Op. En nu ga ik hem kantelen. Zie je? Dan leg ik dit been. Leg ik nog een beetje omhoog, zodat hij dus niet doorrolt. Zijn hoofd leg ik nog een beetje omhoog, zodat hij goed kan ademen.
Dit noemen wij de stabiele zijligging. Want hier kan hij ademen en blijven ademen en kan ook verder niks meer gebeuren. En nu ga ik niks vertellen, nu ga ik het alleen doen. Hallo, hallo, word eens wakker. Hallo, hallo. Ik heb dit al, weet ik niet, 100 keer, 200 keer gedaan. Ja, ik doe dat heel snel natuurlijk, hè. Hallo. Leef je nog? Dat weet ik niet. Haar longen werken toch? Ja, dat is goed. In Dukenburg hebben ze 30 AED-kastjes. En die hangen vaak bij als je bij een winkel binnenkomt. De kastjes hangen daar niet voor niets. Dus tip, laat ze gewoon hangen als je ze ziet. Maak ze niet kapot, raak ze niet aan. Want stel je voor het is wel nodig, dan... Je hebt het kapot gemaakt, dan heb je er niks meer aan. Ik vind wel dat een hele hoop grote mensen... moeten kunnen reanimeren. Want als je vader of moeder, buurman, buurvrouw iets een hartstilstand krijgt en je weet niet wat je moet doen, dan heb je er eigenlijk ook niks aan. Raakt de patiënt niet aan. Bezig met evalueren van hartritme. Wachten. Maakt zich gereed een schok toe te dienen. Iedereen afstand houden. Druk op de knipperende knop. Schok toegediend. Reanimatie beginnen. Wij hebben ook geleerd hoe je iemand moet reanimeren. Dan moet je je hand zo. En dan zo en dan zo. Je moet het best wel vaak doen. Maar niet te vaak en ook niet te hard. Hier? Ja, probeer eens, ja. Dan moet je proberen zo diep in te drukken dat daar dat groene strookje dadelijk komt. Bij dat pijltje. Probeer eens dieper in te drukken, kun je zien. Ja, daar komt hij aan. Zie je dat? Hoe vaak? Moet hij helemaal groen worden? Nee, dat is prima zo. Hoe vaak moet je dat doen? Nou is het tempo een beetje laag. Kennen jullie het liedje van de Bee Gees, dat heet Stay Alive? Stay alive. Het woord zegt al, blijf in leven. En dat is het tempo van dit, 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 dit. Dat is het juiste tempo om te reanimeren. Druk nog harder, niet met links. Probeer eens iets vlug. Mag ik het even? Ja, maar als je echt reanimeert, mag je dat nooit doen. Je mag dus nooit... Kijk, kijk eens. Ja, maar weet je nog wat ik straks zei? Of je nou... Ah, dat doet pijn aan mijn handen. Kijk, dat wilde ik nou even horen. Zo, deze vingers. Die inhaken, omhoog trekken, recht erboven, juist. En vanuit de schouders drukken. Niet te vlug, niet te vlug. Ja. Als we allemaal opgaan, dan gaat hij zo vlug dat hij dit geen 2 minuten volhoudt. 6 centimeter indruk vind ik best veel. Denk jij dat de burgemeester kan reanimeren? Nee. Nee? Nee. Ja, grapje. Ja. Nee. Ik weet het niet. Ja, ik denk wel dat onze juffrouw kan reanimeren, want die kan alles. Hartelijke groeten aan juffrouw Fran, want dankzij juffrouw Fran weten we er alles van.